Nou, het vloggen deze week was niet erg best, jongens. Maar goed, het is nu op dit moment, terwijl ik dit opneem, is het zondag. En ik heb, zoals jullie merken, is er vanochtend geen weekvlog online gekomen. Die komt wel vandaag, die komt later vandaag online. Daarvoor doe ik even dit intro stukje opnemen. Want het zijn erg weinig beelden, maar ik wilde ze jullie toch niet onthouden. Dus ja, jullie gaan er nu naar kijken. Veel plezier, goedenavond. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is inmiddels al dinsdag, want ik heb natuurlijk de weekendvlog die jullie gezien hebben afgesloten op maandag, want dat was een lang weekend weg. En ik heb zo ervan genoten, was echt heel erg leuk. Dus nu dinsdag. Ik heb gewerkt vandaag weer en ik heb gezwommen, tenminste de hydrotherapie. Maar je ziet het niet echt meer, want Mare is al een beetje opgedroogd. En vanavond natuurlijk weer kaarten. Morgen lekker een vrije dag. Ik denk dat ik, als het weer goed is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dan zien we morgen wel even gaan fietsen. Ik moet nog wat dingetjes doen voor mijn werk. Tenminste voor mijn werk, voor mezelf in relatie met werk. Maar, dus dat ga ik morgen even doen. En nou, Tim is morgen bij mijn ouders, dus daar zal ik ongetwijfeld even naartoe gaan. En voor de rest, gewoon lekker een vrij dagje. Helemaal zin in. Dus jullie gaan weer met me meekijken deze week. Gezellig. Goedemorgen. Was ik gisteravond helemaal vergeten nog iets te zeggen. Nou ja, jullie hebben in ieder geval kunnen zien dat ik heb geëdit. Dat heb ik gedaan toen ik thuis kwam van het kaarten. Dat doe ik meestal, kan toch nooit gelijk slapen. En ik ben natuurlijk op woensdag altijd vrij, dus dan kan ik lekker uitslapen. Alhoewel ik vanochtend al om 8:30 bij mijn ouders was. Ik was vroeg wakker. De kleine jongen was het natuurlijk, dus ik ben even gaan kijken. Sorry, mijn granola zit nog overal. Want ze gaan vanmiddag weg, dus dan zijn ze er niet. Dus ik dacht, ik ga er gelijk maar even heen. En ik wil straks nog even naar het dorp, maar het is aardig regenachtig vandaag. Wat een verschil met vorige week, hè. Toen was het waar ik mijn handbike ging halen gewoon dik 20 graden. Hier ook wel, maar daar was het eigenlijk nog wel warmer. 23 graden zelfs of zo. Dat is echt een verschil met nu. Nu is het niet zo lekker, maar goed. Ik moet straks even naar de HEMA, even wat dingen halen. Ik, zoals ik al gisteren zei, ik moet wat voor mijn werk doen. Ik doe daar een loopbaantraject. Omdat ik heel graag een andere baan wil. Daar krijg ik een beetje hulp bij, dus dat is fijn. En dan moet ik wat opdrachten voor doen en daar heb ik wat papier voor nodig. Dus dat ga ik straks halen. Nog wat kleine boodschapjes en voor de rest niet heel veel plannen vandaag. Ik moet nog wat mailtjes beantwoorden voor de skivereniging. En eigenlijk wel een relaxed dagje, maar dat vind ik wel lekker naar... we hebben het natuurlijk niet druk gehad het weekend, maar gewoon toch, ja, ik weet niet. Ik vind het wel lekker om even niks te hebben vandaag. Nou, zoals je zag waren dat heel weinig beelden. Maar goed, toch leuk dat je ernaar gekeken hebt en dat je... Hopelijk dat je ze leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En hopen op weer wat betere vlogtijden. Tot de volgende keer. Doei doei!